Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Vaco Games. En jongens, we zitten vandaag met twee problemen. Ten eerste, dat ik mezelf heb opgesloten in het hok van Peert en Geert. Dat is natuurlijk helemaal niet handig, want hier krijgen we niet zo heel veel dingen gedaan. En we moeten vandaag flink aan de slag, want we moeten namelijk mijn tweede probleem op gaan lossen vandaag. En mijn tweede probleem heeft te maken met de verlichting in het weiland daar beneden. Nou is het op dit moment dag, en dat is niet zo heel erg, want dan kunnen we tenminste zien wat we doen. Maar zometeen wordt het natuurlijk weer donker. En in het donker spawnen er heel erg veel vervelende beesten. Er spawnen spinnen. De spannen, skeletons te spannen, zombies en misschien zelfs wel creepers. Dat moeten we natuurlijk helemaal niet willen, want als die zichzelf opblazen, die creepers, dan zit er een gigantisch gat in mijn hek. Ben ik al mijn dieren kwijt en kunnen we weer helemaal overnieuw beginnen. Dus dat wil ik zo meteen met jullie gaan doen. Ik wil gaan... Oh, kijk, daar gaan we al. Oh, no. Het wordt donker. Dat is niet fijn. Laten we het eerste probleem op gaan lossen. Ontsnappen uit het hok van Peert en Geert. Dat moet niet zo heel ingewikkeld zijn. Hop, sikidee, hatsikidee. Dutje weer terug. 1, 2. Oké, dat is die. Ten tweede moeten we ook nog eens een keertje... Wat staat dit stukje hout hier te doen? We moeten natuurlijk ook nog een keer een ingang maken in het hok van Peert en Geert. Dat is ook wel fijn. Wat staat alles in de weg vandaag? Dat is echt bizar. Dat is niet goed. We moeten dus vandaag aan de slag gaan met verlichting. Dat is wat we moeten doen. Wat gaan we dat doen en hoe gaan we dat aanpakken? Ik zat te denken om het gewoon met fakkels te doen. Want we kunnen wel weer teruggaan naar de Nether. Maar ik ben de afgelopen 350 afleveringen of iets dergelijks... altijd teruggegaan naar de Nether en het is ondertussen onmogelijk om daar nog een blokje glowstone te vinden. Dus gewoon fakkels, lijkt me slim. En wat ook misschien wel heel erg tof is, bedenk ik me nu, wat nou als we daar jack-o'-lanterns neerzetten? Dat zou misschien ook wel heel erg vet zijn, want die zorgt er natuurlijk wel voor dat het een beetje een boerensfeertje krijgt. Dat is ook heel erg tof. Laten we dat proberen. Die gaan we eerst kijken of dat gaat lukken. Dan moeten we deze omhakken. Hoppakee, kom allemaal maar met mij mee. Jullie worden namelijk mijn jack-o'-lanterns. En dan moet ik bij mezelf eventjes gaan bedenken hoe je die dingen ook weer maakt. En volgens mij was dat niet heel ingewikkeld. En was het gewoon een fakkel met een pompoen erbovenop, toch? Of was het weer anders? Ik ga het gewoon uitproberen. We zien het gauw genoeg. Een pompoen met een fakkel eronder is een jack-o'-lantern. Helemaal tof. Dan hebben we er daar 11 van. Geeft dat voldoende licht? Ik denk het niet. Maar het is natuurlijk wel heel erg donker op dit moment. Ik denk dat het slim is. Eventjes logisch nadenken. Ik denk dat het slim is om eerst eventjes te gaan slapen. Zodat we in ieder geval overdag kunnen werken. Zodat we overdag alles keurig netjes neer kunnen zetten. Een beetje uitstippelen waar ze ongeveer moeten staan. En dan wachten we tot het donker wordt. Hier, kijk, wat doe jij dan weer hier? Jij bent helemaal niet welkom hier! Scheidbeest. Ik kom hier gewoon op bezoek. Is niet tof. En stel je voor dat dat dan gebeurd zou zijn in mijn gloednieuwe weiland. Dan worden alle dieren bang. En dat moeten we niet willen. Oh, snik. Hoe gaan we die dingen daar neerzetten? Gewoon op een stokje? Jawel, toch. Op een spruce fence. Op een heel mooi spruce fence. Jabidipabidipoem. Ik vind dit ook wel tof dat je hier onderdoor kan lopen. Dit moet natuurlijk nog een keertje verder gebouwd worden, maar dat komt allemaal wel. Dit moeten we eerst... Wee! Waarom door een hekje lopen als je er ook over heen kan springen? Dit moeten we ook nog een keer repareren. Ziet er ook niet uit. Dit moet er dan eentje worden. Dan moet dit hout worden. Fences, zo. En dan moet dit gewoon hout. Regelen we nog wel een keer. Dit gaan we eerst doen. Ze mogen best een beetje verspreid worden. Dat geeft een beetje een speels effect, geeft dat. Zo. En dan moeten we ook ervoor zorgen dat het overal verlicht is. En niet op bepaalde plekken wel en op bepaalde plekken niet. Want als dat gebeurt, dan spannen ze natuurlijk gewoon rustig in een donker hoekje. En dan wandelen ze alsnog de hele ruimte door. Jij gaat hier. Poef. Kijk er niet bovenop. Waarom kan je er niet bovenop? Waarom kan dit er niet bovenop? Wat is dat voor racisme? Als ik het nou zo doe... Ja, zo kan het wel. Als ik nou... Ja, waarom kan dat zo wel? Wat is dit nou weer voor constructie? Nou, ik doe het gewoon op mijn manier. Hoppakee. Deze gaat dus hierop. Deze moet... Nou, weet je wat we doen? Dan doen we het gewoon op deze manier. Jonge, jonge, jonge. Jack-o'-lanterns moeten weer speciale behandelingen hebben, hoor. Waarom werkt dit niet gewoon? Het kan toch gewoon zo staan? Dan ben ik wel dom. Hier. Is dat toch prima? En nou kan dat in één keer niet. Ik snap daar geen rol van. Ik snap sowieso niks van deze hele game. Minecraft die moet mij gewoon echt niet. Minecraft vindt mij niet aardig. Waar zijn mijn andere hekjes gebleven? Ik had er nog veel meer. Waar zijn ze? Oh, daar. Oh nee, dat is een stukje dirt. Ik heb ze omgehakt. Waar zijn ze gebleven? Nou, dat vind ik vreemd. Die doen we hier. Oh, wacht. Die heb ik er natuurlijk weer onder gezet. Stom. Oké, helemaal dom. Mijn fout, mijn probleem. Die doen we daar. Deze doen we hier bovenop. Hartstikke vlot. Hartstikke idee. Deze gaat daaronder. Kijk, en nou vraag ik me dus de hele tijd maar af waar die dingen gebleven waren. Ik heb ze er gewoon weer teruggezet.
Goedemorgen, Vekko. Het is helemaal geen morgen, het is 1 uur. Sterker nog, het is 1:30 als ik dit aan het opnemen ben. Man. En ik ben nog niet wakker, kan je nagaan. Hier nog eentje met kipje in de buurt. Zodat die ook niet lastig gevallen wordt. Deze doen we daar, die doen we daar. Die daaronder. Hier nog eentje. Hoeveel jack-o'-lanterns hebben we nog? Nog 6. Maar ik heb niet voldoende hekjes, dus we moeten nog eventjes een paar hekjes erbij vinden. Oké, dus dan kan ik allemaal keurig netjes op een rijtje. Hé, dat heb ik niet eens. Is dit een parcours? Nee, toch niet. Ik denk misschien dat we die dan gewoon keurig netjes van parcours naar parcours konden springen, maar... Dat was natuurlijk weer te veel wishful thinking. Dus doen we hier. Ze moeten allemaal met hun gezicht die kant op staan. Als een beetje paaseiland beelden. Die zijn ook allemaal met hunzelfde gezicht dezelfde kant op. Zo. Maar nu moet ik er nog een paar hebben, want die moeten hier natuurlijk ook nog een paar van die jack-o'-lanterns komen. Anders krijgen we hier weer gezeik. Dus, wat moeten we doen? We moeten nieuwe boompjes hebben. Dit hekje heeft echt 0,0 functie. Helemaal niks. Maar het staat leuk, toch? Misschien is dat zijn functie wel, dat het gewoon leuk staat. Dat is ook een belangrijke functie. Dan gaan we deze eventjes omhakken, want aan deze boom erger ik me ook echt groen en geel. En niet paars en blauw, maar groen en geel. Hier maken we dus ook hekjes van. En die zetten we dan overal neer. We moeten er nog minimaal 4 hebben. Nou, dat gaan we wel redden met deze dingen. Is hier toevallig een normale boom? Daar is nog een normale boom. Dan kunnen we ook meteen het hek even repareren. Dan hebben we alles. Dan hebben we alles helemaal goed gedaan vandaag. Kom op, Vaco, doe eens een beetje goed recht springen. Eerst een broodje. Misschien dat het dan beter gaat met springen. Ik ben namelijk een springpro vandaag. Hop, een mooie Pinksterdag. Het is helemaal geen Pinkster vandaag. Het is van de week Pinkster. In het weekend, niet nu. Het is woensdag, Vaco. Zo, kunnen we dat hek ook reppen? Kijk, het ziet er toch gewoon vet uit, jongens, dit. Kijk dan hoe cool. Dat kasteel erbovenop. Ik vind dit ondertussen het beste gebied is van mijn hele Minecraft-wereld. En daar heb ik nog niet eens mijn oude opslagruimte mee geteld. Want daar zijn we ook gigantisch lang mee bezig geweest. Maar ik denk dat dit het gebied is wat nu zichzelf ondertussen aan het ontwikkelen is. Dit is echt mijn focus op dit moment. Hop, een mooie Pinkster. Het is geen Pinkster, hou op met dat stomme liedje. We moeten deze terugzetten. Zo, suiker even move. Nou, kijk dat er niks ontsnapt. Nee, ik had niks ontsnappen. Kunnen we deze maar gauw neerzetten. 1, 2. Dan is dat hek ook weer helemaal gefixt. Kunnen ze daar niet weg. Hop, hop. Dan, crafting table. Want we moeten natuurlijk nieuwe hekjes maken. Die daar. Spruce wood, bam. Zo, en dan moeten ze zo, en zo, en zo. Oh, dat zijn gates. Nee, die zoek ik niet. Ik zoek geen gates, ik zoek deze. Zo moeten ze zijn. Hop, bam. Midden genoeg. Dit kan wel even hier bij mij. Dan gaan we die gewoon eventjes neerzetten. We hebben er nog 4 over, jack-o'-lanterns. Dus er kan er hier nog eentje bij. Nee, wel recht. Dus dan staat hij op het hoekje. Dat vind ik niet mooi. Daar moet hij. Oh, dat is niet slim. Dit is niet slim, Vaco. Let er toch eens een beetje op, man. Wat ben ik mee bezig vandaag? Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je af en toe iets aan het doen bent en dat je er totaal niet bij bent met je hoofd? Nou, dat heb ik op dit moment. En tijdens de afgelopen 325 afleveringen of zo. Oké, nu ga ik het goed doen. Die daar, deze weg, die eronder. Helemaal goed, Vaco. Top. Trots op je, jongen. Deze doen we dan hier. Dirt. Jack-o'-lantern. Spruce fence eronder. Ik ben er... Oh, hi. Ze zijn allemaal zo cute. Hebben we nog ergens een plekje waar geen verlichting is? Een plekje waar meer verlichting bij moet. Hier zou er misschien nog eentje kunnen. Daar, die doen we er nog eentje onder. Want we hebben namelijk nog hekjes over, dus het zou zonde zijn om die allemaal niet te gebruiken. Hier moet bijvoorbeeld ook nog eentje. Heb ik nog ergens kool? Nee, ik heb geen kool. Dan als ik dan nog ergens kool had, dan had ik misschien nog 1 of 2 van die dingen kunnen maken. Dan hadden we nog gauw eventjes een paar erbij gezet. Want we hebben nog een paar pompoenen over, 3. En voordat het donker wordt, wil ik die in ieder geval gedaan hebben. Het wordt bijna donker, de zon staat al bijna helemaal beneden. Dus we moeten als de zandsodemieten ergens kool vandaan zien te vissen. Kool, nee, lege kist. Door glitches. Tuurlijk, glitches. Overal glitches. Glitches overal. Ja, hier, kool. Mooi. Die doen we dan hier bovenop. Omdraaien. Waarom kan dit niet? Dat is toch gaar? Dit is gewoon een omgekeerde fakkel. Zo moet hij dan. Nou, oké, ik vind dit beter dan. Ik kan toch gewoon een stokje omdraaien? Ben ik dan gek? Waarschijnlijk wel. Jack-o'-lanterns, die gaan daar weer bij. Dan hebben we er nog 3. En dan kunnen we alles helemaal mooi oplichten. En dan gaan we zo, als het donker wordt, gaan we kijken of dat het effect heeft. Of dat het ook daadwerkelijk een functie heeft. 1, 2, hoppa! Hier zou er nog eentje kunnen.
Dat moet ook weer niet te vol te komen te staan met die dingen, want dan ziet het er niet meer uit. Het hele idee is weiland, niet jack-o'-lantern farm. Hier nog eentje. Bam. Die daar. Is er ergens een plekje? Ja, daaronder misschien, hè? Oh nee, daar hebben we fakkels. Ah, dat is helemaal niet erg. Hier zijn fakkels. En dan kunnen we hier ook nog een paar bovenop doen, misschien voor de zekerheid. En voor de versiering, je weet het tenslotte maar nooit. Uiteraard komt het niet uit. Tuurlijk komt het niet uit. Zou even te mooi zijn als het uitkwam. En dan aan de zijkant nog een paar, just to be sure. Ik heb toch verder niks te ruimte voor. Hop, ze vlots. Hier moet eigenlijk ook nog fakkels bovenop. Anders gaan ze daar misschien spawnen. Maar we zullen het zien. We gaan kijken of wat het resultaat hiervan is. Als het een beetje doorgaat met dat zakken. Doe het sneller naar beneden zakken, zon. Doe het sneller in de Zoute Zee zakken. Kunnen we niet ondertussen koeien fokken? Dan moeten we toch bezig zijn. We zijn er nou hier. Oh, koe staat helemaal daar. Ze mogen elkaar niet echt koeien. De ene koe staat daar, de andere koe staat hier. Nou, kom eens hier, koetje. Kom eens. Betsy, kom. Kom maar, Betsy. Kom. Niet. Ja, je gaat mee, of je het nou wil of niet. Kom. Ja, kom bij Betsy. We gaan eens even foekie foekie doen. Met een andere Betsy. Kom hier, Betsy. Oké, shift. Hoe laat ik dit ding los? Zo. Hier, kom eens hier. Jij gaat foekie foekie doen. Waarom werkt het niet meer? Hè? Wat is dit nou weer? Oh! Toch wel. Er kwamen toch al wat hartjes boven. Wat is dit nou weer? Nou, even testen met de schapen. Oké, doe foekie foekie en poep een klein babyschaap uit. Ja, hier. Waar zijn de hartjes gebleven? Er waren altijd hartjes. Dat was super makkelijk, want dan wist je welke schapen je al gehad had en welke je nog foekie foekie moest laten doen. Hoe zit dat met die hartjes? Zijn die verdwenen? Zijn die weg? Waar zijn ze naartoe? Als iemand dat weet, kunnen ze het me mooi even vertellen in de comments, want ik vind dat wel heel erg handig om te hebben. Ik hoor spinnen. Ik hoor spinnen. Het is niet goed. Ik heb vertrouwen in mijn systeem. Ik blijf gewoon hier wachten. En dan, als het goed is, moet het goed verlicht zijn en krijgen we geen last van spinnen en ongehuurde types. Behalve dan weer de types die hier naar beneden zullen springen en er alsnog in komen te landen. Dus dat moeten we ook ooit een keer doen, dat we de omgeving beter gaan verlichten. Want anders dan lopen ze natuurlijk alsnog zo naar binnen. Ah, de zon is bijna weg. Dat is goed, dat is positief. Kunnen we Peert en Geert trouwens ook foekie, foekie, foekie laten doen? Dat we Peert, Geert en Jean-Marie krijgen of iets dergelijks? Kijk dan, ze zijn allemaal super cute. Maar één zak. Ook een zwart schaap. Oh, we hebben al een zwart. Er is al een zwart schaap. Daar heb ik nog meer kleurstof. We hebben rood. We hebben suiker, maar dat was voor de paarden. Zo eens kijken, we Peert en Geert nog een. Nee. Peert en Geert moeten gewoon met z'n tweeën blijven. Vind ik. Peert en Geert die mogen gewoon lekker met z'n tweetjes daar in het hok blijven. Als gaan ze weer lopen zeuren van, het is hier veel te druk. Moeten ze niet doen. Dus ze moeten gewoon hier blijven. Spider eyes. Heb ik ook een flauw idee wat ik daarmee moet. Ik heb verder geen kleurstof, hè. Inktzak, maar die hebben we al. We hebben al een zwart schaap, dus we hoeven er niet nog één. Redstone torches misschien. Kijk, die dingen die zaten om het ding. Dus hier moet nog een redstone torch op. Daar komen dus die twee redstone torches vandaan. Daar eentje. En dan hebben we dus daar toch nog mooi even een probleem opgelost. En dan wachten we ondertussen rustig tot het donker wordt. Dat zal niet zo heel lang meer duren. Zo. Naar beneden. En testen. Plop. Maar het is al best donker. Dus het zou nu moeten spawnen. Als het donker genoeg is. Please, laat het niet te donker zijn. Laat het niet te donker zijn. Er is ook niet echt een plek waar het heel donker is in dit hok. Hier is het goed verlicht. Hier misschien. Als er iets gaat spawnen, dan gaat het hier spawnen. Want dit is de donkerste hoek in het hele gebouw. Dus als het gebeurt, dan gebeurt het daar. Maar hier is het allemaal keurig licht. Hieronder is het keurig licht. Hier links en rechts is er geen probleem. Dit zou keurig moeten werken zo. We gaan het zien. We gaan het zien. We gaan wachten. Geen creepers, geen creepers, geen creepers, geen creepers. Maar anders was het toch al langer breed gespawnd, jongens, als het niet gewerkt had. Ik denk dat dit persoonlijk werkt. Dit ziet er heel erg goed uit. En dat betekent dus dat we hier binnenkort de dieren beter kunnen gaan fokken. Want we moeten natuurlijk meer schapen, we moeten meer koeien, we moeten meer beesten hebben. Misschien dat we morgen eventjes de varkens gaan regelen, want die hebben we natuurlijk ook nog niet. Die moeten ook nog steeds in dit hok komen. En dan kunnen we misschien deze leads voor gebruiken, want die hebben we natuurlijk ook nog steeds liggen. Dat zal in ieder geval zorgen dat het veel makkelijker gaat dan met de schapenparade. Want dat was natuurlijk een grote onzinbende. We gaan het morgen proberen om ook de varkens hier te krijgen.
Waarschijnlijk gaat er hier geen enge beesten meer spawnen, dus dat is helemaal top. En Vaco Gamers, weet je wat ook helemaal top zou zijn? Als jullie er eventjes een like op deze video achterlaten. Ik zie de laatste tijd dat heel veel mensen het trouw blijven doen en daar helpen jullie mij enorm mee. Dus als je mij wilt steunen, doe eventjes een like. En anders zie ik je natuurlijk gewoon morgen weer terug om 6 uur bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Vaco Games. Mazzel!